Op uitnodiging van Frambo Nederland gaan NPS-voorzitter Gregory Rusland en de NPS-parlementariër Patricia Etnel richting Nederland. Welke inbreng heeft nou de diaspora wanneer het aankomt op de politiek in Suriname? En wat voor zin heeft een dergelijke uitnodiging ook? Dat is de vraag welke wij stelden aan Etnel, die als volgt reageerde. De partij, dat is de Nationale Partij Suriname, eigenlijk te vertegenwoordigen daarom dat wij een afdeling hebben, Frambo. Frambo Nederland, en op uitnodiging van Frambo Nederland gaan wij dan daar naartoe. Om ook de mensen die sympathiseren met de partij toe te spreken. Maar ook om van gedachten te wisselen van hoe verder, wat te doen. We kennen het wel, bekend begrip de diaspora. En dat is voor ons als partij, als politieke partij, heel erg belangrijk. Dus we zeggen, we hebben verschillende doelen waarom we daar naartoe gaan. Maar belangrijk is om de Frambo Nederland sowieso de informatie direct te geven over hoe de situatie hier is in Suriname. En natuurlijk wat we samen kunnen doen om Suriname op te bouwen en na 2020 betere tijden te brengen voor land en volk. De vraag die vaak gesteld wordt, mevrouw Etnel, is welke inbreng heeft in feite de diaspora? Nou, de diaspora heeft heel veel inbreng. We weten dat eigenlijk zonder dat we onderzoek hoeven te doen, weten we ook dat families heel veel helpen hier in Suriname. Toch in de zin van ze ondersteunen financieel, dan wel met een pakket. Soms laten ze zelfs de nichten en neven halen om daar te studeren in Nederland. Dus wat de diaspora reeds doet voor familie hier in Suriname is heel, heel erg groot. Dus de inbreng is heel groot. En ik denk niet dat we daarover hoeven te twijfelen. We zien het, we weten het. Toch, we zien het aan de pakkettendiensten, we zien het aan de geldovermakingen. Dus de diaspora heeft heel veel toevoeging of heel veel toe te voegen aan die ontwikkeling van het land. Dus ik denk dat we daar geen grappen mee moeten maken. Er wordt veel al over gesproken. Maar het is wel belangrijk dat we nu datgene dat we allemaal zeggen en vastleggen op papier, dat wij het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Toch? Want we willen zo graag dat de mensen terugkomen. Maar we weten ook dat veel al dat niet zo makkelijk gebeurt. Dus we moeten andere manieren zoeken om die bijdrage die zij kunnen leveren vanuit Nederland, dat goed mee te nemen. Dus ik denk dat ook dat wordt meegenomen tijdens ons bezoek naar daar. En dat we ze ook laten zien, blijk van dank en waardering. Dat ze ook de families blijven ondersteunen hier. Maar ook steeds hun mening op blijven geven. Zich verbonden voelen met het grondgebied Suriname. Want dat is heel erg belangrijk. Je moet ze niet het gevoel geven als Suriname van je bent weg gegaan en wij zijn hier gebleven, dus wij weten het allemaal beter. Nee, het is iets van samen het land opbouwen, samen gaan richting beter en samen Suriname naar een mooier land brengen. Dus dat is eigenlijk naar mijn inzichten de belangrijkste rol van de diaspora. Maar de vraag kan ook aan u gesteld worden, mevrouw Etnel. U zei het over de hulp die ze bieden aan Suriname in de vorm van pakketten. Maar waarom zouden die pakketten wel goed zijn en die van bijvoorbeeld deze regering, de zogenaamde NDP-pakketten, niet? Laat me er dit van zeggen. Kijk, je kan zeggen van de pakketten die gegeven worden door de regering is meer een handjes open houden. Daarmee maak je het volk eigenlijk niet onafhankelijk. Je maakt ze afhankelijk. Jouw beleid zou moeten zijn dat jij het volk zelfstandig maakt. En dan wil ik het helemaal niet vergelijken met een pakket die wordt gestuurd vanuit de familie naar een andere familie toe. Het is een totaal andere band die je hebt, hoor. Je doet het omdat het je nicht is, omdat het je neef is, omdat het je oom is, omdat het je tante is. Daarom doe je dat. Dus dat is een totaal andere vergelijking. Wanneer je als regering zegt, luister, mijn sociaal beleid is pakketten geven. Dat wil zeggen dat je rechtstreeks aan het volk zegt, je moet
niet onafhankelijk worden, je moet afhankelijk blijven. En dat hebben wij niet nodig. Wat we nodig hebben is die onafhankelijkheid. Het feit dat de mensen op hun eigen benen kunnen staan en jouw pakket niet hoeven te kopen. Want laat me er dit ook bij zeggen, wanneer die mensen hun pakketten uit Nederland krijgen, dan kunnen ze zeggen van luister nou nee, zijn we een pis bachou Jimmy, zijn we een pis een smokke voor Jimmy, zijn we dus. Maar wanneer ik mijn pakket, wanneer je pakket gaat kopen bij de regering, kan je de regering niet zeggen, hé, pot wat pis agu Jimmy, pot wat pis kou met die Jimmy, weet je? Nee, dat ga je niet kunnen zeggen. Je moet blij zijn met je gele peesie. Je moet blij zijn met je kip. En je moet blij zijn met je nuggets. Toch? Dus je kan niet gaan zeggen aan de regering. Zet dat voor me. Maar dat kan je wel zeggen aan je familie. En je kan je familie zeggen. Hey, zijn moro zijn. Give me one more. Op een feestje. Maar je kan toch niet gaan zeggen aan de regering. Van hey, luister nou. Pot wat moro biggie pakket. Give me one more. Tap 60 jaar. Dus die vergelijking kunnen we niet maken. Dat is heel erg belangrijk. En ik ben geen voorstander van dat je mensen pakketten blijft geven. Waar ik wel voorstander van ben is wanneer je precies weet dit is de armoedegrens. Dit zijn de mensen die onder die armoedegrens leven en dit zijn de mensen die op die armoedegrens leven. Daar ben ik wel van mening dat om ze uit die armoede te halen dat je ze wel sociaal ondersteunt. Dat kan het zijn met een pakket, het kan zijn met financiën, het kan zijn met een dochterskaart. Totdat je ze zodanig hebt begeleid dat ze uit die armoedespiraal zijn en zelfstandig verder kunnen gaan. Dat is waar ik wel van mening ben. Want dan weet je dat je die groep moet helpen en is die groep duidelijk gedefinieerd. Het is duidelijk zichtbaar en je weet waar je moet gaan. En daar ben ik wel voorstander van. En dan mag je die mensen wel ondersteunen met een pakket. Want je weet, het zijn mensen onder die armoedegrens. En dan weet je ook van, hé, ik moet beleid erop maken. Zodat ze over 10 jaren niet meer van een pakket leven. Maar dat ze zelfstandig zijn en dat ze hun eigen dingen kunnen kopen. Hun eigen kip, hun eigen dit, hun eigen dat. En dan gaat die ontwikkeling zo verder. En dat is wat je nodig hebt. Want je krijgt steeds weer mensen die onder die armoedegrens zullen leven. Het is niet iets dat je gaat kunnen oplossen. Omdat mensen keuzes maken waardoor ze echt wel daar terechtkomen. Maar ook door bepaalde omstandigheden. Misschien als de persoon invalide geraakt. Weet je, er kunnen zoveel dingen gebeuren. Dus je gaat die ondersteuning blijven geven. Maar het kan niet zo zijn dat iedereen plotseling in die armoedespiraal terechtkomt en dat ze moeten leven van een pakket. Dat kan niet en dat neem ik de regering wel kwalijk. Waar deze regering vaker aangeeft dat ze ver blijven of ver weg willen blijven van het land aan de Noordzee, gaat juist de NPS daar handje open houden voor de witte man. Nou, wij gaan helemaal geen handjes open houden hoor. Laat het duidelijk zijn. Wij gaan praten. En dat is heel erg belangrijk. Kijk, om ontwikkeling te brengen moet je een breed perspectief hebben. Je kan niet in deze muren denken van de grenzen tussen de Atlantische Oceaan, Brazilië, Guyana en Frans-Guyana en praten over ontwikkeling. Wil je praten over ontwikkeling, dan moet je breder denken. Voorbij de Atlantische Oceaan, voorbij Frans-Guyana, voorbij Guyana, voorbij Brazilië. Toch? You need to think out of the box. Dat is wat wij gaan doen. En wij gaan absoluut onze handjes niet open houden, want daarmee zijn wij absoluut niet bezig. Wat we wel gaan doen is gaan praten met de mensen in diaspora om te kijken hoe verder met de ontwikkeling van Suriname. En natuurlijk ervoor te zorgen dat samen met onze positieve gedachten, dat we terugkomen en natuurlijk de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ontwikkeling na 2020, dat we dat doen en meenemen op papier, in gedachten. Want laat het zo ook duidelijk zijn aan de Surinamer, toch? Dat deze regering steeds zegt te zeggen, ja, Nederland, dit is Nederland zo en Nederland dat. Maar je oom, je tante, je broer, je zus, soms je vader, je moeder, die wonen daar. Die ondersteunen, toch? En van waar krijgen ze het geld? Ze krijgen het geld niet van Bouterse. Nou, Mark Rutter systeem en Biden. Toch, zodat ze jou kunnen ondersteunen. Dus dat soort dingen moeten duidelijk zijn naar het volk toe. Zodat we ook weten dat Bouterse geen zand in onze ogen moeten strooien. Alsof Nederland nou een boeboelaas.
toch Nederland nou een takru kondre. Nee, Nederland heeft zijn dingen gehad en natuurlijk hebben we onze verleden met Nederland waar we niet allemaal blij mee moeten zijn. Maar Nederland heeft wel daar wat nodig voor de onafhankelijkheid. Een goede basis gelegd. En je mag zeggen wat je wil. Ze hebben ook Bouterse ondersteund tijdens de revolutionaire periode. Toch? Dus ook al willen we allemaal zitten zeggen ja, dit en dat en zo. Al die leiders naar de Wansa, ik kom bakken 2020, de nieuwe gezichten, die zullen misschien de daadwerkelijke ondersteuning niet hebben gehad van Nederland. Misschien anderlings of op een andere manier. Maar iemand als Bouterse weet ook dat hij direct de ondersteuning heeft gehad van Nederland. Dus ik bedoel van om nu te zeggen dat Nederland nog boom, dan moet je ook tegen je familie zeggen van hey, luister nou, nou zijn op je euro, Jimmy. Nou zijn op je pakket, je want aan de boom. Nee! Toch? En ik vind ook dat we dit soort dingen moeten voeden. De diaspora van Suriname zit in Nederland. Toch? We hebben misschien een beetje in Amerika, misschien een beetje in Frankrijk en in Canada. Maar de core van onze diaspora zit in Nederland. Dus hoe we het draaien, hoe we het keren, hoe we het zetten en hoe we het plaatsen. Nederland heeft een belangrijke rol te vervullen bij de ontwikkeling van Suriname. En dan kunnen we die rol zelfs bepalen als land, want daarom zijn we onafhankelijkheid. Wij kunnen zeggen van die rol van Nederland is dat en die rol van Nederland is dat en die rol van Nederland is zo. Maar wij doen dat zelf, wij bepalen dat zelf. Dus belangrijk is voor ons dat wij dat gedeelte goed meenemen en als Surinamers toch, met het stukje logisch denken, en dat hebben we, ook weten van, hey, luister nou. Te me bel mi omu, te me bel mi tante, mi sa, mi brada, mi ma of mi pa. Na trasi fa grondtapu, toch, in Europa, Nederland, te me bel den, dan de usabi dat abande. Dus de band met Nederland zal altijd daar waar warm, daar waar soms boos, maar het is iets, een band die wij nooit zullen kunnen breken. En dat is wat we zeker mee moeten nemen. We hebben ooit eens een woord van u geleerd, mevrouw Etnel, Visti Prodo. Nu komt Ivo Morales voor een heel kort bezoek naar Suriname. Maar alle bedrijvigheid die we daar omheen ziet, wat vindt u zelf daarvan? Wel, we merken het steeds toch, de straten worden gewassen alleen wanneer dat soort hoge gasten komen. Alles wordt schoongehouden. Dus het land heeft het heel erg moeilijk. Dus de vraag is waarmee gaat Evo Morales komen? We weten dat tijdens de regering Bouterse 1 is Obiang gekomen met een gouden sleutel. Een sappa gouden sleutel, die hebben we vast ergens zien aan Goslar. Dus laten we kijken waarmee Evo Morales gaat komen. Belangrijk is ook dat, kijk, ik denk leiders maken hun rondes in de wereld, komen bezoeken brengen bij landen. Toch? Dus het is iets van, oké, we moeten ook niet negatief kijken naar het bezoek. Maar we hebben heel veel problemen en belangrijk is, we moeten niet het fenomeen van Obiang krijgen. Want we weten ook dat Obiang is gekomen, maar daarna hebben we de impact van het bezoek van Obiang hebben we niet teruggezien. En dat is heel erg belangrijk. Wanneer leiders komen naar jouw land, zeg ik ook als leider, moet je staan met een miljardendeal toch? Dan me kom van, hey, je komt, we zetten een miljardendeal. En aan wat deals zijn gesloten naar een Indiaanse president? We hebben ook deals gesloten en we wachten nog steeds op de uitkom van al die deals. Dus het moet niet een mofo takkie zijn. Om de wansanpukashi duidelijk een resultaat. Toch van luisteren, bakawan moeng, dat wist je aan ontwikkeling kom. Dus dat zijn dingen die ik vind dat we wel moeten gaan leren voor de toekomst. Wanneer we leiders uitnodigen, moeten leiders zijn waarmee we miljarden deals kunnen sluiten. Pika mika voeten, dat is hier van etututut. Dat is net wanneer Trump gaat naar Korea, of wanneer Trump gaat naar Frankrijk, of wanneer Trump gaat naar China. Weet je, die man gaat niet gewoon omdat hij leuk vindt dat hij moet doordrapen. Is dat toch, we gaan een paar torens geven. Nee, wanneer die man aankomt, dan is het van luister naar wat zit want to deal. Ontwikkelingen moeten komen, want mijn bezoek moet een toegevoegde waarde hebben voor mijn volk. Dus laten we kijken wat die toegevoegde waarde zal zijn van meneer Evo Morales aan Suriname. En wanneer we die toegevoegde waarde hebben gezien, dan zullen we zelf ook allemaal daarmee moeten kijken van oké, zijn we er positief om of wordt het weer zoiets als een gouden sleutel en geen ontwikkeling.